Welkom bij het wekelijkse nieuws van RTV Slingeland. Er is nog veel onduidelijkheid over de dood van de 52-jarige Winterswijker Erik te Celle. Hij kwam om het leven tijdens een overval vorige week woensdag op zijn huis aan de Groenlozeweg. Zijn vrouw werd vastgebonden, maar overleefde het wel. Afgelopen vrijdag werd sectie verricht op zijn lichaam. Ook was er afgelopen vrijdag een bijeenkomst in de kantine van FC Winterswijk. Het clubgebouw van FC Winterswijk was zijn levenswerk. Er komen veel tips binnen, maar tips zijn er nooit genoeg. Het team Grootschalige Opsporing is met man en macht bezig de tips te verwerken, maar er kunnen nog tips gemaild worden naar tgo-no-gelderland.politie.nl of er kan gebeld worden met de politie. Een van de 5 genomineerden voor de titel Gelders Boerenerf 2014 is het Harkel in het Wold. Boerenerven zijn mede bepalend voor de identiteit van de streek en behoren tot het landschap. Gekeken wordt naar de gebouwen op het erf en de beplanting. Of het Harkel bij de eerste 3 zal komen te horen, ligt aan het publiek. Het publiek kan stemmen tot 15 september via www.boerenerfgoedgelderland.nl. Op 22 november zal de vakjury vervolgens bekendmaken wie zich Gelders Boerenerf 2014 mag noemen. Er komt cameratoezicht om jongerenoverlast tegen te gaan. De camera's komen te hangen in 2 straten, namelijk de Scholtenenk en de Berkenstraat. De jongeren zijn tussen de 18 en 23 jaar en groeperen zich in deze straten rondom de woningen. De overlast die ze veroorzaken bestaat uit geluidsoverlast en vernieling. Met de camerabeelden kan politie en justitie vervolgens aan de slag. De camera's mogen er maximaal 9 maanden hangen. De burgemeester Thijs van Beem van de gemeente Winterswijk was vorige week in Portugal, namelijk bij het Oliveira do Hospital, voor de herdenking van de tweede sterfdag van Gerrit Komrij. Het ziekenhuis onthulde een gedenkteken van Komrij. Ook werd een basis gelegd voor de duurzame ontwikkeling van een basisschool al daar. De burgemeester was dan ook samen met docent Ed de Graaf van het Gerrit Komrij College en Wim van Til van Poëziecentrum Nederland. De Belangenvereniging voor Huppel en Hengsel wil een fietspad aanleggen van 1,5 kilometer lang tussen Nieuwbouwwijk De Rikker en basisschool Het Waliën. Dit fietspad moet ervoor zorgen dat de kinderen niet 2 keer de drukke Waliënse straat hoeven over te steken. Het fietspad komt onder andere te liggen door het Jachthuisbos. De eigenaar van het Jachthuisbos heeft al toestemming gegeven en ook het waterschap. De gemeente zoekt nog naar financiële middelen. En dan nu in uitgelichte volgende onderwerpen. De opnames van de Fietsvierdaagse. Van 1 tot 4 juli werd de eerste editie van de Fietsvierdaagse Winterswijk gehouden. Dit was een groot succes. Mede omdat het op doordeweekse dagen werd gehouden en omdat het goed weer was. Er waren fietsroutes van 40 en 60 kilometer en langs de routes was muziek en folklore. Onze cameramannen stonden hier en Lieneke Voltman deed verslag. Afgelopen vrijdag 4 juli heeft Vereniging Volksfeest Winterswijk haar jaarlijkse inschrijfavond voor de Bloemencorso Winterswijk gehouden. In de verschillende klassen hebben zich 30 wagens ingeschreven. In de A-klasse, de klasse waarin de grootste wagens meedoen, hebben zich maar 6 wagens ingeschreven. Volgens de vereniging komt dit onder andere doordat er minder jonge aanwas is en het heeft te maken met financiële middelen. Hier willen zij dan ook bij gaan helpen. Afgelopen zaterdag hebben ruim 50 motoren met zijspan de cliënten van Zo zijn Winterswijk een dag vol plezier gegeven. In de ochtend klonk het startschot bij de Helmhorsten aan de Lange Brug. Ze reden maar liefst 100 kilometer mee in de motor. U ziet hiervan een reportage in Uitgelicht. Afgelopen zaterdag vond ook het Piet Pop Festival plaats. Dit was de eerste editie en het vond plaats in het Scholtenbrugpark. Het gratis evenement bood podium aan diverse artiesten en er waren kraampjes. Overdag waren vooral oudere en jonge gezinnen aanwezig. In de avond viel de aanloop wat tegen, maar dit kwam onder andere door het wat slechtere weer. De organisatie spreekt desondanks ook van een geslaagd evenement.
Je ziet hier meer over in uitgelicht. Afgelopen zondag was er ook de Cultuurdag voor Kids. Het thema van de dag was Iedereen kan een kunstenaar zijn. Er waren tentoonstellingen en er was muziek op 3 verschillende locaties. Namelijk bij kinderboerderij Freriks, maar ook Villa Mondriaan en openluchttheater Huinikmaat. Bij kinderboerderij Freriks kon onder andere getekend worden en koe geschilderd worden. Bij Villa Mondriaan nam een gids de bezoeker mee door een theatrale rondleiding. En het openluchttheater verzorgde een workshop in boerendans. RTV Slingeland stelde hier haar camera op en u zult zien in uitgelicht waarom Frans Rupert juist hierbij wilde zijn. Afgelopen zondag was er in de Corsohal een open dag. Verschillende Corso-verenigingen waren hier en zij lieten zien waar ze mee bezig zijn. Toch deed 1 Corso-vereniging niet mee, namelijk vereniging Bloemwal. Zij stond stil bij verenigingslid Erik de Celle die bij de overval vorige week woensdag om het leven kwam. Vorige week woensdag 2 juli vond de Duits-Nederlandse workshop grensoverschrijdend dienstencentrum Gaksel plaats. De gemeentes Winterswijk en Vrede organiseerden deze. Ze willen kijken of ze kunnen samenwerken met de zelfstandige ondernemers om meer een grensoverschrijdend samenwerken te doen. Hiervoor willen ze dan ook een grensoverschrijdend dienstencentrum oprichten. Op deze dag werden dan ook de mogelijke bouwplanconcepten gepresenteerd door beide gemeentes. Tot zover het nieuws en uitgelicht. Straks nog de sport. Ik wens u een hele fijne avond.